En inmiddels bij ons aangeschoven met wat pech zojuist onderweg. Maar hij heeft het heel uit hier gemaakt. Guido de Jong van Metropool. Ja, want in juli en augustus biedt het vernieuwde evenementenplein in Hengelo 9 weken lang letterlijk en figuurlijk een podium aan muziek, dans en theater. Ja, tenminste, als je het aan initiatiefnemer van Metropool ligt. Het poppodium wil deze zomer een vast podium in het centrum plaatsen. Ja, Guido, hoe kom jij eigenlijk bij dit idee? Wanneer begon het te borrelen, zeg maar? Goeie vraag. Nou, eigenlijk borrelt het al inmiddels een jaar. Hè? Wanneer borrelt het niet, hè? Ja, dat is ook weer waar, hè? Ja, sinds die de ellende, hè? Een jaar terug, de 12 maart. Gaat het woord niet meer zeggen. Het is een C-woord. Oké, we gaan hem niet noemen, heel goed. Nee, maar sinds die eerste, dat woord mag wel, lockdown. vind ik ook een kutwoord. Hoor. Ja. Maar goed, ga door. Ja, zeker met dat, nee goed, dat woord ervoor. Nee, goed, als poppodium stopt op dat moment gewoon alles. En wij hebben vrij snel de handschoen wel opgepakt en gezegd van... nou, we gaan livestreams organiseren, dus wekelijks. Mm-hmm. Met name de regionale upcoming artiesten een plek geven... en dat uitzenden voor iedereen die op deze aardbol zin heeft om te kijken. Mm-hmm. Dat is dan wel weer het voordeel, hè? Je hebt echt de aardbol nu als publiek. Dat is je nog nooit eerder gebeurd natuurlijk, op die manier. Nee, nee. Hey, maar nu 9 weken lang een podium op een nieuw plein. Dat is ongeveer het idee, hè? Dat is ongeveer het idee. Kijk, je bent gewoon heel lang gefocust op wat als het straks weer kan. Dat gaan we dan doen. En we hebben jaarlijks natuurlijk in Hengelo Nacht van Hengelo concert. Gewoon een groot evenement, festival. Waarbij je nu eigenlijk kunt zeggen van nou, de kans dat het kan doorgaan is gewoon heel erg klein. En er is, we weten ook, septembermaand gaat gewoon heel druk worden. Je ziet dat heel veel Nederlandse festivals dan... Alles gaat los. Ja, mayhem wordt het. De concurrentie is enorm. Niemand heeft meer iets te doen. Er zitten alleen maar evenementen te doen straks, denk ik. Ja, 7 dagen in de week. Ja, en, waarschijnlijk wel. Dus 9 weken is eigenlijk veel te kort nog. Ja, ergens wel. En je geeft meteen een antwoord op mijn volgende. Nee, het idee, je gaat dus niet één keer pieken, maar het idee is om dat podium gewoon 9 weken lang. En als het aan ons ligt, waarom niet nog langer? Hè? Als het er nou eenmaal staat, kan me voorstellen dat mensen in Hengelo en omgeving dat gewoon hartstikke fijn vinden. Dat er gewoon in het centrum gewoon een podium staat waar muziek, dans, theater, ga zo maar door kan plaatsvinden. Ja. Nou is dit een cadeau aan de stad, een gratis festival. Dat is de insteek, ja, zeker. Dus mogen wij dat doen? Want jullie hebben ook geen spek meer op de botterkant. Dat is een heel goed punt. Het is natuurlijk wel zo dat de Nacht van Hengelo concert... dat wordt normaal gesproken ook bekostigd. Dat gaat niet door. Dus dat betekent wel dat er financiële middelen beschikbaar zijn... om zoiets te organiseren. En dan wel wat kleiner, maar... wel 9 weken lang. En voor de rol van Metropool betekent dat we op de donderdag programma gaan neerzetten. Met name dat upcoming talent waar ik het net al even over had. En we stellen het podium dan op de vrijdag en zaterdag beschikbaar voor andere organisatoren uit de stad. Ja. En dan gaat het er ook een beetje zo uitzien zoals de Summer Sounds hier in Enschede. Met allemaal kraampjes eromheen en hopelijk een beetje wat vol of iets. Maak ons gek. Ja, het klinkt nou hartstikke goed allemaal in de oren. Ja, maar dat is het punt natuurlijk een beetje. Wat mag? Wat mag nog, Kijk, wij gaan ervan uit. Voor Metropool geldt, wij doen waar we goed in zijn. Dus dat podium plaatsen en faciliteren dat er gewoon goed licht en geluid is. En dat er op donderdag die acts staan. Ja, en wat er verder mogelijk is, blijft gewoon heel afhankelijk van de regelgeving. Dat is helder, snap ik. Heb je al, want je zegt lokaal talent, dat geloof ik. Ja. Maar ik kan ook voorstellen dat je een paar grote namen op die podia wil. We zullen wel moeten. Tipje van de sluier. Ah, zeg het eens, Guido. Maak ons gek met grote namen. Ja, we hadden de Iering geboekt, maar die vind ik goedkoop. Die is te makkelijk. Die is veel te makkelijk. Nee, we hebben geen ex daarvoor in gedachten. Maar we hebben natuurlijk sinds 2020 de grote verhuismove. We doen het eigenlijk continu, hè? Dus shows verplaatsen naar een jaar later en soms zelfs 2 jaar. Dus je hebt er nog wat op de plank liggen. We hebben er genoeg op de plank liggen, ja. Maar je zegt, we hebben geen naam in gedachten. Daar geloof ik helemaal niks van. Natuurlijk heb je wel naam in gedachten. Kom maar, ga eentje.
Nee, er is niks concreet met de act. We hebben wel namen in gedachten, maar die hebben we zelf nog niet benaderd. Dus dat zou een beetje lullig zijn. Dat is ook wel te noemen. We zitten aan het eind. Het is wat rommelig gelopen vandaag. Maar tot slot, hoe zeker is dit? Ja, corona en alles, ja. Dat is het. Kijk, wat ons betreft gaat het gewoon door. En we hebben nauw contact met samenwerkingspartners. Hè? Hengelo Promotie en de SCH. De centrummanagement. Oh, dat, ja. Kijk, als het aan ons ligt, het kan niet in juli, dan beginnen we gewoon in augustus en dan 9 weken. Je realiseert dat de hele regio naartoe komt. Hè? Dit wordt echt mega waarschijnlijk. Tuurlijk, dit wordt het. Dat is ook de bedoeling. Ja. Hey Guido de Jong, hartstikke bedankt. Fijn dat je te wilde komen toelichten. Ik zie je naar uit, man. Ja, graag gedaan. Ja, wordt super. Wordt een mooie zomer. Ja, en niet alleen in Hengelo. Hè. We zijn ook gewoon bezig om te kijken wat kunnen we in Openluchttheater Hetman natuurlijk nog organiseren deze zomer. En Enschede, waar we nu zitten. Kijk eens aan. Mooi. We zullen het allemaal dus nog wel zien. Succes ermee. En in ieder geval tot ziens. Dat is Guido de Jong, manager bij Metropool.